Het bestuur en leden van de voetbalvereniging Nunspeet zijn verdrietig vanwege het overlijden afgelopen zomerperiode van 5 oud-leden die veel betekend hebben voor de VV Nunspeet. Als eerste, Rudolf Wonenstraat, overleden op dinsdag 2 juni in de leeftijd van 85 jaar. Rudolf heeft in 1966 samen met de heren Klaas Schmidt en Willem Vlijn de supportersvereniging van Nunspeet opgericht. We kennen hem allemaal als een markante supporter, toeschouwer bij de wedstrijden van het eerste elftal en altijd gekleed in het voetbalshirt van zijn zo geliefde voetbalclub. Ook de rouwkaart was geheel in stijl. Hand in hand, kameraden, Feyenoord en VV Nunspeet verliezen een groot fan en supporter. De tweede is de heer Willem Rekers. Op maandag 22 juni overleden in de leeftijd van 81 jaar. We kennen Willem als consul namens de gemeente Nunspeet om de velden te keuren bij slechte weersomstandigheden op het sportpark de Nunspeet. Dit heeft hij meer dan 30 jaar gedaan. Dan Eibert Pap, overleden op 29 juni in de leeftijd van 70 jaar. Eibert was in het verleden de jeugdleider samen met zijn neef bij diverse teams en heeft vrijwilligerswerk gedaan. Tevens een heel trouw supporter die als het even kon bij de Wildzone te zien was en langs de sportvelden van VV Nunspeet. Als derde Andries Plaan, op 11 augustus overleden in de leeftijd van 71 jaar. Andries kennen we als een medeoprichter en trainer van de voetbalschool. 4-tegen-4 trainen, later als F-trainer en bij de A-selectie. Veel jeugdige spelers hebben bij hem het beginsel van het voetbalspel geleerd. Andries, voor je jeugd had jij veel betekend en was je een begrip. Grote waardering hiervoor. En dan Pel Pellegrin, 14 augustus overleden in de leeftijd van 82 jaar. Pel was voor vele jaren het aanspreekpunt van kleedkamer 4. Zowel overdag en ook bij de trainingsavonden heeft hij veel uren doorgebracht op het sportpark. En stond hij altijd klaar voor de trainers en spelers als ze ballen en materiaal nodig hadden. Ook was hij de eerste kledingsponsor van de jeugd door het sponsoren van trainingspakken voor de E1 waar zijn zoon Bos in speelde. De tekst achterop de jasjes was toen, pelagroon, open haarden en kachels. Alle genoemde personen hadden een echt blauw-geel hart. Ze waren altijd bereid te helpen en vaak op het sportpark. Weer 5 namen van leden van Nunspeet zijn genoemd. De families van Rudolf, Willem, Eibert, Andries en Pel zijn allemaal aanwezig op het sportpark om hun dierbare familie mee te herdenken. Bestuur en leden wensen heel veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd van verlies. Dan vraag ik u nu 1 minuut stilte in acht te nemen, waarna het 5 in Nunspeet Clublied Vlecht voor je kleuren, Nunspeet Blauw en Geel gespeeld gaat worden.